Welkom bij opnieuw een aflevering van Kunst, Cultuur op tafel. En vandaag is mijn gast Henk Dijkstra. Henk, welkom. Ja. Mijn eerste vraag is altijd, wie is Henk Dijkstra? Henk Dijkstra, die wennet in Nylon. Dus ik ben, dat is een tussenwedstrijd om samen te zeggen, de Zuidstjoering. Ik werk nu hier een viertje in het Landbouwmuseum. We zitten eerst in Janewoud en nu in Gouden, in Ljouwert. En daarvoor heb ik een viertje hier in Gastelon zitten, in het bezoekerscentrum Marenklif. Oké, dus al jaren gepakt en gemazeld in deze wereld. Ja, dat had ik het wel, ja. Nou, ik heb je uitgenodigd omdat ik had weer een paar dingen binnengekregen. En ik dacht, wie moet ik daarvoor uitnodigen? En toen schoot me natuurlijk het Landbouwmuseum binnen. Ja. En ja... De musea liggen mij aan het hart en ja, ook het Landbouwmuseum. Het was natuurlijk de laatste tijd best wel een paar keer in het nieuws geweest. Ja. En zowel positief natuurlijk ook, een beetje negatief, omdat ja, de subsidiekraan willen ze gaan dichtdraaien. Ja, klopt. En ja, daar was ik zelf niet zo blij mee toen ik dat hoorde. Nee, wij ook net voor zelfs en daar ging ik net op rekenen. Hè? Wij zijn een van de vier provinciale musea altijd west. We zitten al 34 jaar denk ik in die wereld. Maar goed, de provincie hier betocht om ik oren musea en kansen aan. Dus iedereen kon daar een tender, kon daar op tender, zei dat niet. Ik moest een projectvoorstel intjeien. En daar ben wij spiedig genoeg boeten vallen. Ja, maar er is weer hoop, want er is alweer een toezegging van ik meen 185.000 euro voor volgend jaar. Ja. Klopt. Want het is natuurlijk, het kan niet zo zijn dat ze zo'n museum waar zoveel bijzondere dingen in bewaard worden. Want jullie hebben natuurlijk een bewaarplicht. Hè? Ja. Ja. Dus een prachtige boerderij is gerestaureerd. Ja. Er is heel veel geld ingestoken. Plus jullie hebben een grote groep vrijwilligers. Ja. Die natuurlijk zich ook uitermate daarvoor inzet. Ja. En maar ook natuurlijk een hele mooie hobby heeft. Ja, en als je voorop stelt, wij hadden denk ik de mooiste landbouwcollectie van Nederland. Hè? Dat doet denk ik net altijd zien. We hebben een fantastische collectie van het Friese Rundvee-stamboek. Prachtige ja. Tegeltabloos hebben. Nou ja, tot en met een opzet hinderen. Het kist er gek net betekenen. Een skelet van Twatoes, die er al had, er zit een enorme collectie in. Ja. En ja, die wil, het gevaar is dan wel dat zijn collectie verdwijnt. En dat maken we net aan. Hey, dat gaat ook niet gebeuren. Want er zijn ook allerlei andere initiatieven, heb ik al gehoord, die worden gedaan. En ja. Dat komt vast goed. Hey, ik heb ook gehoord, je hebt geadviseerd in Indonesië. Want in het buitenland, ik ben zelf al eens in China geweest. Jij in Indonesië. Ja. En ja, daar wordt onze expertise zeg maar, best wel op prijs gesteld. Ja, klopt. En zo heb ik gehoord, jij bent in Indonesië geweest. Ja, klopt. Dat is in feite een heel mooi verhaal. Wij kregen twee jaar geleden ongeveer om deze tijd kreeg ik een mailtje van de landbouwattaché in Brussel. En die zei, ja, goh, wij zijn eigenlijk op zoek naar een soort voorbeeldmuseum, wat eventueel u ze inspireren kan om een landbouwmuseum in Indonesië te realiseren. En mij de secretary-general, mij die wil een keer langskomen om te zien. Hè? Dat is de man direct onder de minister. En die is bij ons west en die had het museum bezoeken en die had na de tijd in een autootje in die attaché zijn van zo'n museum wil ik ook gaan en die Dijkstra die kunnen ze wel adviseren. No. En ze begon het balletje te rollen. En voor ik het wist, zit ik inderdaad in Bogor in Indonesië om hun daar wat bij te adviseren. Ja, nou ja, dat heb ik ook zelf ook in China gemerkt. Er is behoefte aan hoe wij het in Nederland doen. Ja. Want wij voorzien onze klanten natuurlijk op hele mooie wijze en juiste wijze de juiste informatie, hè? Ja. Over producten, maar ook over diensten die we hebben gedaan de laatste jaren, maar ook over, ja, natuurlijk jullie zitten in de landbouwwereld, hè? Dus dat is het verhaal. Ja. Maar ook op allerlei andere musea's. Hebben we heel veel expertise die wereldwijd wordt gewaardeerd. Ja, en misschien in Nederland het nog niet eens zo bekend is. Nee, en ja, zij zochten toch typisch een beetje het model van wat wij ook hanteren vanuit het verlenen naar de toekomst. En ja. Nou ja, dat model ons daar graag te passen. Dus heeft geen zin om het wiel twee keer uit te vinden, hè? Nee, daarom. Hey, dat hebben we eventjes wat leuke dingen meegenomen. Je had al natuurlijk het Landbouwmuseum. Dan denk je natuurlijk direct aan de dieren, maar ook aan de landbouw natuurlijk, land- en tuinbouw. Ik heb wat dingen meegenomen. Jij hebt wat dingen meegenomen. En ja, jij hebt een mooi beeldje meegenomen. Ja. En ja, voor mij natuurlijk bekend. En ik zal hem even laten draaien voor diegenen die dat niet weten. Het is Usmem. En vertel eens, wie is Usmem? Usmem, dat is een standbeeld wat natuurlijk in Ljouwert staat. Dat is toch wel zeer bekend, denk ik. En dat is onbeen onder de stad Ljouwert bij het 75-jarige bestaan van het Fries Rundvee-stamboek.
En Gerardus Jan Adema had dat toen maken in opdracht daarvan. En die staat er nog steeds. En ja, dat is dan wel een beetje het symbool van jou het best. Maar daar ben ik een hele hoop miniaturen van maken. En daar is dit een voorbeeld voor. En die waren dan door exporteurs majoen naar het boetland. Dus hadden dan kei naar het boetland gong, dan kwam ze aan denkje er als relatiegeschenk bij. Oké. Okay. En vandaar dat wij het is ook in het museum hadden. Ja, dus het was een relatiegeschenk vaak bij de verkoop van koeien. Ja, klopt. Deze lietse beeldjes, hè? Ja, die lietse. Ja, het grote beeld staat natuurlijk midden in het centrum van Leeuwarden, hè? Ja. En heeft een prachtige plek daar op die rondtonde. Klopt. Maar die maker daarvan, die heeft natuurlijk meer gemaakt als alleen Usmem. Die heeft ook schilderijen gemaakt. Ja. Die heeft houtsnijwerk gemaakt. Ook in het museum bij jullie zijn voorwerpen van te zien. En we hebben ook twee meegenomen. Jij hebt één meegenomen en ik heb één meegenomen. Ja. En dat betreft een schilderij van een paard. En dat paard dat is geschilderd op fluweel. Dat kun je eigenlijk jij even het beste vertellen, want hij komt uit jullie museum. Ja, ik ga hem even meenemen, vond ik wel leuk. Want hij schildert op fluweel. Er zijn net zoveel schilders die dat doggen. Dat is dan weer een heel aparte techniek. En hij deed dat ik een hoop op histekeuringen. Dus dan ziet hij dat ter plekke. En ja, die histeman min dan gek natuurlijk. Dus die kocht hem die schilderijen. Dus dat was voor hem een hele mooie bron van inkomsten. Maar hij was eigenlijk een volle betere beeldhouwer, vind ik. Als de beelden die hij maken had, hè, vooral voor die houten hinderkes. Ja, die ben subliem. Hè. Wij hebben in het museum dan de ploeggang. Dat is een beeld van als de oorl meter, denk ik. Met meerdere hinders en een ploegen erachter. En we hadden hele mooie nieuwe van een beltslied met een hinder ervoor. En dat ben echt topstukken. Die ben echt geweldig. Ja, klopt. We hebben, als veilinghuis heb ik een paar keer een beeld van hem mogen verkopen. Met name die paarden. Hè. Ja. Je ziet de spieren en de lijnen van het dier perfect in het hout terugkomen. Ja. En Usmem, dat is natuurlijk ook een prachtig verhaal. Want hij moest dat in opdracht doen van een paar van die boeren van het rundveestamboek. En die woonden natuurlijk alle jaar de perfecte koosje in. Ja. Dus de verhalen kennen ik wel dat hij en Nicolai van Zwichem, dat bij een veehandelaar, die ging daarmee zijn eigen koe naar zijn atelier ta. Ja. Zodat er dus die koe van dichtbij besjen koe. Kom verschillen, ja. Tot frustratie van de bolje, want die koe skeert natuurlijk de hele stritten eronder, want die is zenuwachtig. Ja, maar ja, fijn. Hij kreeg in ieder geval zijn eigen koe op het doeken. Dat was belangrijk. Ja. Dat andere schilderij wat ik van hem mee heb genomen, dat stelt de drie gratiën voor. Ja. En de drie gratiën, ja, dat zijn eigenlijk de levensfases van een vrouw. In het midden staat een schitterende jonge dame natuurlijk. Ja. Daarnaast iemand op middelbare leeftijd. En aan de zijkant zit een beetje op de achtergrond in donkere kleding. Ja, eigenlijk een dame hè, die laten we zeggen dat die bejaard is. Ja. Wat een beetje triest natuurlijk afgebeeld hè, met zo'n zwarte doek over het hoofd. Hij heeft dat schitterend fijn uitgewerkt. En er loopt een draad van de ene dame. Jij kan het waarschijnlijk zien. Ja. Een draad van de ene kant van het schilderij naar de andere kant, naar de andere dame. Ja. Allebei dus werken van die Adema. Die best wel heel veel mooie schilderijen gemaakt heeft. En links en rechts bij de mensen in Friesland natuurlijk nog gewoon thuis hangen. En hij die eigenlijk ook heel mooi beeldhouwwerk. Bijvoorbeeld de mensen in Bolsward, als door de Breger is, richting plein 1455. Ja. Er zit nog het silhouet in van Gisbert Jacobs. Hè? Dat is ook van hem maken. Okay. Dus hij die ook wel in graniet, die hij dingen. Ja. In ieder geval een bekende Fries die mooie dingen gemaakt heeft. En we hebben nog wat meer dingen meegenomen. En dat is een bord, zeg maar. En dat bord, dat hebben we in de veiling. Ik denk, hey, dat is leuk om even te laten zien. Dat is een coöperatieve vereniging tot aankoop en bewerking van landbouwbenodigdheden voor Friesland. Ja. En dat bord is weggegeven toen iemand 25 jaar medewerker was bij die firma. En het leuke is, ik kan hem er even afpakken, aan de achterzijde staat erop wie dat geweest is. Dat is meneer Van de Kooi geweest. En die heeft van 1911 tot en met 1936 in Leeuwarden bij die firma gewerkt. Afijn, hij werd dus wel gewaardeerd. Want zo'n bord, ja, dat kostte toch wel een patiënten toen om te maken. En Tichelaar, denk ik. Tichelaar, ja. In Makkum, een Fries product. Ja. En de saai en de boer in het midden, zeg maar. Een aandenken aan een arbeider die waarschijnlijk echt zijn sporen verdiend heeft. Ja. Omdat hij anders niet zo'n mooi bord krijgt. En de KW natuurlijk hier van de grote coöperaties in Friesland. Hè? Dus, we hebben aan de ene kant de zuivelindustrie. Maar dit is dus een voorbeeld van de omkeer van veevoer en kunstmestletter. Ja. En grote fabrieken in Ljouwen en overal vestigingen in de hele provincie. Wat dat verhaal ook bij jullie in het museum vertelt. Ja, het coöperatieve verhaal is heel sterk in Friesland. Hè? Ja. Er is die
de provincie, we hebben zo'n coöperatieve instellingen aan. Ja. Net alleen op basis, maar ik de bovenop, de topinstellingen. Nou, Friesland Bank is een mooi voorbeeld, wat vroeger de Zuivelbank weer. Ja. En nou Rabobank daartussen. De eerste het instituut voor de landbouwcoöperatie. En dat die een hele stamboom van coöperaties. Dat is heel boeiend. Die samenwerking was natuurlijk was natuurlijk altijd heel belangrijk. Ja. Die boeren hebben tot heden aan toe, kunnen ze op heel veel vlakken natuurlijk heel goed samenwerken. Ja. En trekken ze ook heel vaak samen op, zeg maar. En dat zal ook wel moeten in deze tijd. Ja, zeker. Maar de coöperaties zijn nog steeds heel sterk natuurlijk. Friesland Campina zit nog steeds een coöperatie. Ja, ja. Hey, dat bord hebben we even gehad. Ik heb nog wat meegenomen. Ja. En ik vraag me af of jij zo kan zien wat dat is. Ja, dit is een botervormpje, zo dat heet. Ja. Dat is, daar dienen ze dus de boter in. En dan, als het dan koud is, dan krijg je er een iets beeldje van. Ja. Dat zit heel mooi op tafel natuurlijk. Hè. Dat is een versieringje. Okay. Maar het dagelijk waren ze voor broek terug hele lietse boeren die net een complete tonne boter aan de fabriek leverden konden. En die maakten dan dit soort beeldjes en dan konden ze maar als ruilwaarbroek in de winkel. Ja. Dus dan namen ze mij naar de winkel aan en konden ze de boter al leveren en een oorproduct bij mij nemen. Aha. Ja, want het is inderdaad bekend dat die Friese boerderijen, en sommigen hadden een eigen, daar maakten ze een beetje kaas, daar maakten ze inderdaad boter. Ja. En waarschijnlijk komt dat dus uit zo'n boerderij weg. Ja, en vooral hoofdstukkelijk uit de Walden bij, omdat ze daar dus een volle literse productie hier. Friesland wie een boterprovincie, het is weer net zo belangrijk hier. Ja. Friesland wie een echte boterprovincie. En elke boerderij tot 1885 waren natuurlijk zelf boter maken, omdat we toen nog geen fabrieken hier. Ja. En toen ben je pas de fabrieken kwamen. En vooral in de Walden was dus hele lietse boeren hier. Ja, die konden net grote hoeveelheden boter produceren en verkeerd. En dan ging het op deze manier. Ja, want zelf dateer ik dat het rond 1770, rond 1800 is. Ja, ja, dat kan heel goed zo wijzen. Ja, ja, dus, ja. Heel mooi voorbeeld. Komt deze te keer op? Of? Nee, deze, okay. deze komt niet te koop. Nee, die is uit de privéverzameling. Ja, toch wel vrij zeldzaam. Ja, maar hij is in het museum mooi, hè? Er zijn wel verschillende voorbeelden. Ja, 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 ja. Hey, nog even over die Adema. Die heeft ook bij jullie een mooie expositie gehad. Ja. Samen bij het Tresor en bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Historisch Centrum. Ja. En daar is toen ook een boek van uitgegeven. Nou, dat is bij jullie te koop, maar bij heel veel wel bekend die daar echt geïnteresseerd zijn. Ja. Daar staat al zijn werk in. Die exposities, is dat nog belangrijk voor jullie? Ja, dat is heel belangrijk voor ons. Het is natuurlijk iets waar mensen speciaal op aankomen. Hè? Op een gegeven moment, als er een verste expositie is, dan ben mensen die had niet een keer gezien. En mij wisselen in de exposities, ja, dan komen de mensen op een ei. We hebben hier op het Aron hier hebben we Grote Frico-expositie gehad. Kwam een hele hoop volk op al. Het hier daarvoor rondom de Hanneke Maaiers, mijn heel mooi werk. Ja. En voor het komende jaar heb ik al wel verschillende exposities te staan. Kleine tip van de sluier, wat komt er? Nou, dat is een wikkeltje. Dit jaar hebben wij het Nationaal Veeteeltmuseum Oernam. Dus daar litten we de highlights van zien. Er komt nog hier van een kunstenaar over je rappels. Oké. Okay. Er komt nog hier een Lietse expositie over... komen de aardappeleters ook van Nee, dat is een mooie wijze. Dat zit er net in. Er komt een expositie over boerderijen en bekraaien. En dat is een heel bijzondere expositie over Albert van der Poort. Ja. Wij hebben grote landschapsschilderingen van Albert van der Poort al een helskoft in eigendom. Een prachtig verhaal van te vertellen is, hè, omdat hij uit Frankrijk wij komen. En we gaan recent nog een schilderij uit Amerika krijgen. En daar komt Takum Jest een expositie van, omdat het dan 1250 jaar is dat er geboren is. Oké. Okay. En dat is de eerste keer dat het alle werk van hem een keer bij elkaar te zien is. Dus dat wordt heel bijzonder. Ja, ja. Nou, genoeg leuke dingen. Ja. Hey, dan wil ik eigenlijk alweer gaan afsluiten met een klein dingetje wat ik je nog wil laten zien. Dat betreft een gouden horloge. He, en dat is een gouden zakhorloge voor rond 1880. En nou vertel jij maar even wat je ziet. Het ketting mist trouwens. Zit dat er net bij? Want je hebt ook een heel mooi ketting aan. Ja, hier zit geen ketting bij. Maar inderdaad, die châtelaine die aan het vestje zit, die zit hier niet bij. Nee. Ja, hier zit een melkmeisje op. Hè? Een vrouw die toont om melken is. Dit is geen... Nou ja, dat lijkt geen Friese voorstelling te wezen, want er zit een soort voorrek boven wat net typisch Fries is. Maar ik weet net waar dit bij komt. Ik weet ook niet bij welke familie die wegkomt. Nee, klopt. Ik weet wel dat dat gouden horloge stond natuurlijk voor de welvaart van boeren. Ja, hè? Absoluut. Tegenwoordig is het, tegenwoordig hebben die boeren die welvaart iets minder, zeg maar. Ja. In Friesland in die periode was een herenboer nog een belangrijk man. Hè? Ja. Voor het dorp en voor
voor de arbeiders en voor iedereen. Hè? En voor de voedselvoorziening natuurlijk. Ja. En daarom konden die mensen natuurlijk ook dat soort mooie dingen kopen. Ja, maar dat viert als je in deze tijd, toen weer de boterexport naar Engeland heel belangrijk. Dus toen werd het echt een hele weldige tijd. Dat is ook de tijd dat we begonnen zijn met het Fries kostuum. Met de chaisen, hè, de belslieden, neem maar op. Hè, dat we echt, dat we in de champagnejaren neemden dat. Ja. Tot aan de landbouwcrisis en toen werd het gebeurd. Maar dus toen stutsen ze hun vrouw in goud en zilver. De Gouden Jerry's, nou, daar wisten we ook alles van. Die komen je hem geregeld nog zien. En gouden horloges en dat soort dingen. Ja, ik herinner me inderdaad ook dat jullie in het museum ook een volledig Fries kostuum hebben staan met alles erop en eraan. En wat heel aardig is, we hebben nog een nieuw Fries kostuum, hè, uit de jaren 50. Want ze gaan na de oorlog een poging dienen om dat Fries kostuum weer opnij populair te maken. Ja. Maar het lukte natuurlijk net, want die vrouwen woonden dat net. Nee, hebben beide keer bij ons bezien. Oké. Ik wou je bedanken voor het interessante gesprek. En voor de kijkers thuis, komende tijd, de musea's gaan weer open. Heeft u eens tijd, ga eens naar een van de vele Friese musea's. Ze hebben uw steun nodig. Plus, het is voor uzelf en voor misschien de kinderen, kleinkinderen, altijd heel erg leerzaam om zo'n museum te bezoeken. Henk, bedankt. Graag gedaan. En graag tot de volgende keer.